bij Cyclo Wielencafé. En we gaan het eerst hebben over jouw prestaties in Trofeo Binda. Dat ging hartstikke lekker voor jou. Ja, dankjewel. Het was goed inderdaad. Dus ik heb wel weer een goed weekend achter de rug. Ja, je wordt derde in de sprint, maar je liet je vooral ook zien in de wedstrijd op de klimmetjes. Zijn dit soort wedstrijden echt helemaal geschikt voor jou? Ik denk het wel. Iets langer klimmen misschien dan de andere voorjaarsklassiekers. Want als mountainbiker iets beter zou moeten liggen. Veel voorjaarsklassiekers is het toch max 2 minuten. En dan is het meer sprint omhoog dan echt klimmen. En dat was gisteren wel wat anders. Dus dat was wel tof om ook een keer te doen. Ja, en de grote namen reden in jouw wiel. Ze zaten op je te letten. Dus ja, had je hetzelfde idee dat je nog een kans had om deze wedstrijd te winnen? Je start natuurlijk altijd om te winnen. Maar op een gegeven moment waren we in de laatste ronde nog best wel met een grote groep bij elkaar. Op de top van de laatste klim. En vanaf daar was het eigenlijk alleen nog maar afdalen naar de finish. Dus toen wist ik wel dat het een sprint zou worden. Is dit nou ook gelijk een aanmoediging door deze goede prestatie om je wegprogramma wat lekkerder te doen, meer wedstrijden te gaan rijden? Voor dit jaar niet, maar voor volgend jaar zou dat zeker een mogelijkheid zijn, denk ik. Ja. Waarom pas volgend jaar? Ja, dit jaar staat toch wel echt in het doel van de Olympische Spelen op de mountainbike. Dus ja, dan ga ik liever mountainbiken dan dat ik nog langer op de weg fietst. Zeker als ik nu al weer een beetje kijk welke wedstrijden er bezig zijn. En ik mis dan al de eerste 2 wereldbekers op de mountainbike, doordat ik op de weg rijd. Ik breid er aan het eind van deze maand een eind aan het wegseizoen. En dan ga ik lekker vol op de mountainbike focussen. Terwijl er in april toch best wel leuke wedstrijden voor jou zouden kunnen zijn. Hè? Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Volgens mij heb je die zelfs al verkend, die laatste koers. Vind je dat dan toch niet jammer dat je die niet mee kan pakken? Zeker in deze vorm? Tuurlijk. Zeker met een beetje de Ardennen-klassiekers die komen. Die dan toch wat meer ook klimmen hebben. Maar ja, je moet op een gegeven moment keuzes maken. Ik zou graag nog doorgaan, maar ja, zoals ik al zei, op dit moment is de mountainbike wat belangrijker. Ja, hoe zoek je die balans, zeg maar, tussen inderdaad dat hele belangrijke doel, de Olympische Spelen, en wedstrijden op de weg? Ja, we zien het eigenlijk nu echt als goed trainingsblok ook. Je maakt wat meer uren. Die wedstrijden zijn natuurlijk 3 keer zo lang als een mountainbike koers. Wat ook denk ik echt wel goed is, want ik merk nu door de wedstrijden heen die ik doe al wel dat het in het laatste uur dat je daar steeds frisser aankomt dan normaal eigenlijk. Dan bijvoorbeeld in Strade was ik het laatste uur wel echt uitgeteld en in het nieuwsblad ook. En de afgelopen 2 koersen ging dat eigenlijk een stuk beter. Het is eigenlijk nu een soort trainingsblok, duurblok om straks op de mountainbike die inhoud mee te nemen. En hoe ziet het programma voor de mountainbike dan om naar de Olympische Spelen voor jou uit? Ik neem dan na de Ronde van Vlaanderen een week rust. Dus niet zo heel veel. Dan bouw ik door. En dan begin ik in mei met de wereldbekers die in Europa zijn. In april zijn er in principe al 2 wereldbekers in Brazilië, maar die sla ik dus over. En dan vanaf mei rijd ik eigenlijk alle wereldbekers tot aan de Spelen. EK, NK en misschien nog wat wedstrijden tussendoor om een beetje in het wedstrijdritme te blijven. Droom je al tijden van Parijs om daar de titel te pakken? Ja, eigenlijk wel sinds dat het afgelopen jaar wat meer realiteit werd wel. Anderen hebben misschien een iets andere aanloop ernaartoe. Dan werk je echt in de 4 jaar dat je rijdt ernaartoe. En voor mij, ik ben dan vorig jaar bij de elite gaan rijden om te kijken of ik me überhaupt zou kunnen kwalificeren. En sindsdien is het eigenlijk wel heel realistisch geworden om daar te rijden en zeker ook om daar te kunnen presteren. Is dat parcours ook echt wel geschikt voor jou? Zit er daar voldoende uitdaging in om daar vooraan te rijden? Ja, ik denk het wel. Het is een beetje een atypisch mountainbike parcours eigenlijk.
ik denk dat van de hele ronde, dus het duurt ongeveer 15 minuten een ronde, dat er 2 minuten op een gras/bosondergrond is. En de rest is eigenlijk allemaal op gravel. En de klimmen zijn ook niet super lang. Dus het is in dat opzicht een beetje een atypisch mountainbike parcours. Veel met de hand, eigenlijk alles met de hand aangelegd. Maar dat kan juist ook wel weer in mijn voordeel werken, denk ik. Aangezien ja, in Nederland is ook zowat alles aangelegd. Dus misschien dat het goed uitpakt. Ja, en met jouw veldrijcapaciteit komt dat natuurlijk ook wel overeen. Ja, ik denk het wel. Er zal wat meer explosiviteit in zitten. En ook op de vlakke stukken door moeten kunnen trekken. En dat ligt mij ook wel goed. Sommige mountainbikers zijn toch wel echt pure klimmer. En die zijn denk ik wel echt in het nadeel daar. En je bent actief op de weg, veldrijden, mountainbike, Olympische Spelen, dat is je grote doel. Welke discipline vind je eigenlijk het leukst? Op dit moment ligt mijn hart nog wel bij het mountainbiken. Ja? Maar Waarom? ja, alles is, het is allemaal leuk natuurlijk, hè. Maar ja, het mountainbiken vind ik tot nu toe wel het mooist. Omdat je daar meer van jouw capaciteiten kwijt kan? Of is het gewoon leuker, vrijer? Hoe zit dat? Ja, het is een hele, in dat opzicht een hele vrije sport inderdaad. Sterkste die komt eigenlijk altijd wel naar boven. Maar ja, ik weet niet, de hele sfeer in de mountainbike-wereld is gewoon altijd goed. Super amicaal eigenlijk en sociaal. En ja, nou, ik denk dat qua mijn capaciteit dat het daar ook wel goed ligt. Iedere keer klimmen van ongeveer 4 minuten, afdalen, techniek die erbij komt kijken. Het is eigenlijk het hele plaatje in dat opzicht. Ja, en wat dat betreft heb je ook in jouw ploeg bij de mannen natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Mathieu van der Poel, die mountainbiken natuurlijk ook heel tof vindt, maar op de weg ook heel erg lekker bezig is. En niet te vergeten in het veld rijden. klopt, ja, ik denk dat hij een goed voorbeeld is, samen met Tom Pidcock ook, dat het zeker wel te combineren is. Ja, en die combinatie ga je vooral in 2025 nog meer uitrollen, dus nog meer op de weg actief zijn. Ja, het is nu nog niet. Ik heb daar nu nog geen zicht op. We plannen nu eigenlijk tot en met de Spelen in. En dan eens even kijken wat we doen eigenlijk. En ja, voor volgend jaar, ik weet het dus nog niet. Dit jaar heeft tot nu toe in ieder geval goed uitgepakt, zo na de cross. Maar het kan best zijn dat er nog wat in gaat veranderen. Of dat ik misschien inderdaad nog wel wat Ardennen-klassiekers rij volgend jaar. Of ja, ik weet nog niet hoe dat in elkaar zou zitten. En ik denk dat het ook een beetje afhangt van hoe de wereldbekerkalender in het mountainbiken eruit ziet. Maar inspireert Mathieu van der Poel jou bijvoorbeeld? Hè? Hij rijdt ontzettend goed in Milaan-San Remo. Philipsen wint ook uit de ploeg. Dus ja, dat lijkt me toch wel een mooie motivatie voor jou ook. Zeker, ja, het is heel tof om te zien hoe zij door dat proces heen gegaan zijn, natuurlijk. Hey, en nou, je zei al, deze maand rij je nog wedstrijden. Wat is je volgende wedstrijd? Ik rijd nu nog Gent-Wevelgem komend weekend. Dan rijd ik de week erop dwars door Vlaanderen en dan finish ik in de Ronde van Vlaanderen. Nou, dat lijkt me wel een hele mooie finish trouwens. Dat is Ja, geen slechte koers niet om zo mee af te bekend. sluiten, denk ik. Daarom, ja. Ik wens je daar heel veel succes mee. Nee, dankjewel.